nergens een Fanshopbus. Welkom terug bij Geekos. Vandaag zijn we hier in Skyline Park, een pretpark in het Duitse deelstaat Bayern. Het is het grootste pretpark wat ik nu op dit moment nog moet bezoeken. In Duitsland hier staan 6 achtbanen. Maar ik ben helemaal door zeer gereden en het is echt voor de meeste Belgen en Nederlanders zeer ver rijden. Het is aan het zuiden van Duitsland. Laten we zeggen dat het al vanaf de Duitse grens ongeveer gemakkelijk 7 tot 8 uur rijden is met pauzes in. Dus als je naar hier komt, let even wel op dat het toch zeer ver is. Maar goed, ik ben nu eindelijk tot hier gereden. Hier staan 6 achtbanen. Hier staat ook een Skyline Tower, een Sky Tower die we ook kennen uit de Plopsa Parken. Maar deze is wel in gradatie hoger. Die in de Plopsa Park is 70 meter hoog. En deze is maar liefst 142 meter hoog. Die is denk ik nieuw sinds 1 à 2 jaar. Ik kan niet precies zeggen hoe lang, ik moet het eens opzoeken. Maar goed, verder staan er nog heel wat andere achtbanen en zo. Maar ik ben heel benieuwd naar dit pretpark en we gaan zien wat de achtbanen allemaal in petto hebben.
en ik heb daarnet twee achtbanen gedaan. De nostalgische achterbaan, een achtbaan van Schwarzkopf en een spinning coaster. De nostalgische achterbaan die heb ik ook al gedaan, ook op een kermis. Dus het is heel fijn dat zoiets in type nog in een pretpark staat, want dat vind je niet meer heel veel. En de Skyspin, dus de spinning coaster, die was wel vrij heftig, zeker door de felle bochtenwissels. En de gekantelde onderdelen, dus gekantelde baanstukken. Maar goed, ik doe niet graag spinning coasters, dus ja, voor mij is het heel anders. Nu gaan we naar Sky Dragster, een achtbaan die ook niet veel te zien is, waar ook heel vaak technische problemen mee zijn. In Italië heb je een variant, maar die is ook heel vaak dicht door problemen, technische problemen. En ik loop er nu bijna langs, ik denk dat bijna het karretje gaat vertrekken. Even kijken.
I don't know if here, but... Deze achtbaan hier achter mij gedaan, de Skyrider, een hangende achtbaan van de achtbaanfabrikant Caripco. Maar ja, dat achtbaantype kom je echt niet vaak tegen. Ik weet dat het in Rollercoaster Tycoon 3 wel het, mogelijk was om deze te kopen, of ja, deze in die park te bouwen. Maar er bestaat echt niet veel types. Ik weet wel dat hij veel lijkt op het achtbaantype wat vroeger in Plopsaland stond. Gelijk de vleermuis die daar stond, van Klus Vleermuis. Maar die is ook al niet meer te bereiden, enkel in Indonesië nog. Dus bij ons in de buurt vind je die echt bijna niet. Dus het is heel uniek dat je die hier nog kan doen. Het is een verhouding bij ons nog in de buurt dan 800 kilometer toch, als je zo ver wilt rijden voor deze achtbaan. Ik zou zeggen, als je er bent, zou ik hem zeker doen. Het is een uniek type. Het is niet een heel goed achtbaan type. Het is ook niet een speciaal achtbaan. Hij maakt wat bochten en zo. En het gaat meer over het uitzicht en ja, meer over het soort achtbaan. Goed, dat was mijn 449e achtbaan. Dus nu komt mijn 450e achtbaan. En ik wandel nu naar mijn 450e achtbaan. Ik heb nog één achtbaan niet gedaan in dit park. Ik heb alle achtbanen gedaan. De achtbaantypes zijn speciaal, waar je ze niet eigenlijk allemaal van vindt, of niet op veel plaatsen vindt. Dus als je in het park bent, kan je zeker wel unieke achtbanen doen. Dit park is zeer groot. Ik weet niet of je het niet ziet, maar ik loop op een zeer grote weide. Het park ligt ook heel uitgestrekt over verschillende gedeeltes. Soms is op een pad eigenlijk bijna niets te vinden. En dan kom je weer in een gedeelte wat wel wat meer volgebouwd is. Dus ja, het is een heel raar park, maar heel fijn dat er heel wat achtbanen staan. Ik weet dat er in de toekomst nog meerdere achtbanen zullen komen. Maar door de late levertijden, door het wereldprobleem eigenlijk in heel de wereld, dat er late leveringen zijn, goederen moeilijk te krijgen zijn, laten de meeste achtbaanonderdelen ook op zich wachten. Een goed voorbeeld kort bij huis is dat in Hellendoorn in Nederland ook een achtbaan heeft die niet kan openen door leverstukken die niet te krijgen zijn of die niet worden geleverd. Dus het is een algemeen wereldprobleem. Dus ja. Aber ich bin eigentlich mit dem Boy da hochgefahren. Ich hab auch nicht. Ich hab auch nicht. Ich hab auch nicht.
450 de achtbaan gedaan, hier achter mij de oranje. Ja, een heel speciale achtbaan. Qua comfort was hij niet zo heel goed, want de beugel zit zeer strang, maar dat is ook wel nodig bij zo'n achtbaan. Maar goed, een heel speciale achtbaan, zeer intens, je voelt hem heel goed. Dus het is niet eentje dat je veel achter elkaar kunt doen, allee, of ik toch niet. Maar het is echt wel een heel speciale achtbaan. Het wel de topper eigenlijk van het park. Hierna heb ik ook nog de achteraan de Ausflieger gedaan. Daar zal ik straks beelden van laten kijken. Ja, een gigantische Sky Tower, 142 meter hoog. De tweede hoogste ter wereld, enkel in Dubai, was nog eentje groter, die is 143 meter hoog. Die heb ik wel ook al gedaan in februari. Maar goed, ik heb nu wel vrijwel de meeste attracties gedaan. Of de meeste achtbanen en de overige attracties die ik wou. Maar een heel fijn park. Ik ga nu denk ik stilaan door, omdat ik toch nog wel wat moet doorrijden richting bij de volgende halte. Morgen is nog één dag dat ik eigenlijk op deze Rollercoaster Day Tour doe. Morgen is ook het 16 augustus. Dat is de officiële dag van National Rollercoaster Day, waardoor deze tour eigenlijk gemaakt is.
Zo, hier zien wij de Duitse deelstaat Bayern. Met hier Skyline Park. Hier is dan de een grote hoofdstad München. Hier ligt nog een ander pretpark. In Ulm of zoiets, of in Im. Sea Life München. Die park ken je echt. Bayern Park, dat is ook een park wat zeker wil bezoeken in de toekomst. Tjurfels Park ook. En dan Playmobil. En Schlossturm. En Geiselwind. Daar zijn we vorig jaar geweest en ik denk dat ik daar misschien morgen naartoe ga gaan. Ik denk dat hier ergens in de buurt zal Legoland ergens liggen van Duitsland. Maar dat bezoeken we normaal niet dit jaar, deze keer. Zo, dit was mijn bezoekje hier aan Skyline Park in Algo. Een heel fijn pretpark, veel achtbanen. Ze gaan in de toekomst nog meerdere achtbanen bouwen. In 2023 en 2024 komen nog achtbanen bij. Dus, we gaan zeker nog een keer moeten terugkomen voor de nieuwe achtbanen te komen testen. Iets wat heel vreemd is, is dat dit pretpark er nergens een fanshop is. Ik ben gaan vragen, maar het was nergens te verkrijgen. Ik zag dat de sleutelhangers vooraan in het park lagen. Maar bijvoorbeeld geen shirts of magneten, pins of eender wat. Dus dat is allemaal te verkrijgen. Iets wat zeer vreemd is eigenlijk in het pretpark, want ja... Meestal heb je toch wel zoiets, een klein shopje en zo, voor waar je wat merchandise van het pretpark kunt kopen. Maar in dit park niet. Ik zou zeggen, blijf G-Coaches volgen. Like ons, of abonneer je op ons YouTube-kanaal. Like ons op alle social media, Facebook, Instagram, TikTok. Bezoek de website zeker voor nog meer informatie over alle achtbanen en pretparken. En dan zou ik zeggen, tot een volgende keer bij G-Coasters.